Net als in de bekerwedstrijd van afgelopen dinsdag tegen FC Emmen staat Arnold Kruiswijk ook tegen Roda JC in de basis. Met een goed gevoel kijkt hij terug op zijn debuut in het eerste elftal. Nou ja, in ieder geval lekker om in 90 minuten te spelen met de eerste selectie natuurlijk. Wat dat betreft heb ik daar een positief gevoel aan overgehouden. En er waren wel natuurlijk wat punten wat beter moest. En ik denk ook niet dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. Maar in de beker is het toch in ieder geval doelstelling 1 om door te komen. En ik denk dat we dat wel gewoon goed gedaan hebben. En verder zijn het gewoon wedstrijden die... Voor mij in ieder geval natuurlijk mooi was om ritme op te doen. En die jongens ook in het veld natuurlijk een beetje te leren kennen. Want ik train natuurlijk wel elke dag met ze, maar in de wedstrijd is het toch anders. Er komen andere situaties voor. Dus dat is wel, dat was mooi in die wedstrijd om te testen. En nu, zaterdag, maak je dan je debuut ook in het Abellense stadion. En dan ook nog tegen je oude club. Ja, dat moet ook wel speciaal zijn, denk ik. Ja, dat is zeker speciaal. Ja, dat is hartstikke mooi. Zeker. Of Kruiswijk samen met aanvoerder Michel Breuer het hart van de verdediging vormt, is nog twijfelachtig. Breuer trainde vandaag namelijk niet mee vanwege liesklachten. Nou, Michel die had tijdens de wedstrijd tegen Emmen steeds een lies die steeds wat meer ging verstijven. En dus denk ik goed dat we hem er na een uur hebben uitgehaald. Hij is nu individueel aan het trainen, aan het revalideren, behandelen. En morgen gaan we kijken of hij tegen Roda JC erbij kan zijn. Zeer waarschijnlijk kan Ron Jans zaterdag weer beschikken over Roy Berens. De aanvaller is weer hersteld van zijn liesblessure. Filip Jurisic speelt in ieder geval niet. Hij viel in de wedstrijd tegen de Graafschap geblesseerd uit. Ook Osama Asaidi lijkt het duel tegen Roda JC niet te halen. De aanvaller raakte tegen Emmen geblesseerd en traint nog niet mee. Ja, hij heeft al een poosje een stijve hamstring, maar hij heeft wel steeds gewoon getraind en gespeeld. Maar dinsdag werd het gewoon steeds stijver. Dus ik denk dat bij Michel Breuer dat een goede kans is dat hij wel inzetbaar is. Bij Asaidi is het vraagteken wel wat groter. Hoe is het met Roy Berends? Want hij heeft natuurlijk 2 wedstrijden niet gespeeld. Kan hij spelen? Dat zou best eens kunnen, maar we hebben nu de eerste training gedaan. Die was niet zo heel zwaar. Hij heeft van de week veel conditioneel werk gedaan. We hebben hem getest over zijn blessure. Dat ging allemaal goed. Dus het ziet er goed uit, maar morgen hakken we de knoop door. Roda JC draait al een tijd lang erg goed. De Limburgers staan momenteel 5e en dat is knap met wedstrijden tegen FC Twente, PSV en Ajax al achter de rug. Kruiswijk speelde het afgelopen half jaar bij de ploeg uit Kerkrade en kent dus als geen ander de kracht van het elftal. Nou ja, ik denk dat Roda op dit moment gewoon goed heeft staan. Als ik naar hun tegenstanders kijk van de eerste 6 wedstrijden, daaruit blijkt dat ze het gewoon goed gedaan hebben. En het staat goed bij hun en ze hebben veel wisseling op middenveld, veel diepgang ook. En natuurlijk twee spitsen. Dus het is een ploeg denk ik die redelijk in vorm is en met veel vertrouwen speelt. Dat hebben we gisteren ook gezien tegen Feyenoord. Ik denk dat ze terecht doorgegaan zijn. Dus het zal een lastige wedstrijd worden. Heel veel loopvermogen vanuit het middenveld in de diepte, met name bij Jansen en ook bij de Loosje en af en toe ook met Bodor. Een slimme spits. En een ploeg die wel ook achterin op lijn speelt en daar ook nog wel eens. Daar kunnen we nog wel eens een kansje of een goaltje misschien uitmaken. Maar een ploeg die ook heel goed staat en al een hele lange serie heeft een vertrouwen uitstellen in een goede organisatie. Dus het is een hele pittige tegenstander. Maar ik vind dat wij zelf ook wel wat kunnen. En wij moeten eigenlijk weer. Het gevoel en de vorm terugpakken van de eerste wedstrijden van het seizoen. En dat is onze opdracht tegen een Roda JC dat waarschijnlijk toch ook wel enigszins vermoeid zal zijn. Maar dat moet in de wedstrijd blijken. Het vertrouwen is er zeker wel hoor. We spelen ook thuis natuurlijk. Dus ze moeten het ook niet bang zijn voor Roda. Dat ook zeker niet. Kijk, het is een goede ploeg, maar ik denk dat wij thuis ook gewoon een goede ploeg neer moeten zetten. En gewoon alles aan doen om te winnen zaterdag.